Een oefenwedstrijd van Jong Heracles thuis tegen Jong PEC Zwolle. Met op de tribunes geen rellen, maar een veiligheidsoefening die tegelijkertijd werd afgewerkt. Hadden ze toch ook nog wat om naar te kijken. De ploeg van links in beeld Peter Rekers en natuurlijk de hoofdtrainer van Jong Heracles rechts René Kolomschot. Dit is de beginfase met een wat slordige aanname van Bas Siebum. En dan gaat die bal naar de rechterkant en wordt het meteen afgestraft. Nog geen 4 minuten gespeeld en Christian Domingo scoort 0-1 voor Jong PEC Zwolle. En dat is dus geen al te beste start voor de ploeg van Kolomschot hier samen met Koen Gortemaker. Het merkwaardige is wel dat Heracles beter gaat spelen na die achterstand. Siebum, net de man van de fout, nu met een heerlijke bal. Prima aanname ook van Dragan Paljic en die maakt het vrij af. En zo komt Jong Heracles binnen 10 minuten ook weer op gelijke hoogte. Mark-Jan Vladeren is er dus voor het eerst weer bij na zijn hamstringblessure. En voor hem is dit zeker een belangrijke wedstrijd. En wat dan helemaal lekker is, dat hij hier de kans krijgt om de doelman van Zwolle heen gaat en 2-1 scoort voor Jong Heracles. Dat is helemaal lekker. En speelminuten maken en scoren. Vladeren werkt dus op deze woensdagmiddag aan het zelfvertrouwen. En Heracles ook trouwens, want die ploeg gaat door. Steekballetje, daar wordt een overtreding gemaakt, duidelijke zaak. En de bal gaat op de stip, er komt nog een strafschop ook voor Jong Heracles. Achter de bal natuurlijk de linkspoot, Mark-Jan Vladeren. En na een 1-0 achterstand is het bij rust 3-1 voor de thuisploeg. Na rust komt Vladeren niet meer terug, zijn taak zit erop. Hij lijkt fit genoeg voor de belangrijke wedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag. En zij staan nog steeds, ja wat staan ze eigenlijk te doen, te oefenen dus. Kort na rust gebeurt hetzelfde als kort na het begin in de eerste helft. Want het balverlies is slordig van Heracles, de overname van Zwolle. En dat leidt niet alleen tot een kans, maar ook een heel goed schot. En dit doelpunt uiteindelijk van Dimitri Vervelis. Vervelis scoort de 3-2. Ziet ook Tanane vanaf de tribunes. Daarna zou er weinig meer gebeuren in deze wedstrijd. Nog wel het schot op de paal hier van Paljic. Maar Jong Heracles wint uiteindelijk een nuttige oefenwedstrijd van Zwolle met 3-2. Je maakt afspraken en de eerste helft gaat de afspraken uitsteken. Kleine dingen waar je verbeterd wilt zien. En dan maak je in de tweede helft afspraken dat we zo doorgaan. En dan kunnen ze het even niet opbrengen. Wat is dat dan? Is dat een gemakzucht van de eerste helft? Ja, misschien wel. Het ging makkelijk. Dus in dat opzicht de ene denkt van, ik kan wel iets minder doen. Ja, als we dat met elkaar dat doen, dan krijg je zo'n tweede helft. Toch bijzonder, zo'n ingelaste oefenwedstrijd. Waarom eigenlijk? Nou, we hebben al heel veel wedstrijden niet gehad met de belofte. Dus we moeten toch een beetje ritme houden. En dan is het toch leuk dat je tegen een andere belofte team kunt spelen hier in het stadion. Hoe is het seizoen tot dusver bevallen? Ja, wisselvallig. Goed begonnen. Veel jongens naar het eerste toegekregen. Daar gaat het ook eigenlijk om. Toen een moeilijke periode gehad met wisselende resultaten. Ja, we moeten nog één keer knallen.